Evert, weer een overwinning en wat voor een die wel heel erg lang duurde voordat hij zeker was. Ja, ik sta hier wel echt met een blij gevoel, maar ook een beetje, heel klein beetje met een, moet ik misschien wel zeggen, teleurgesteld gevoel. Want ik denk dat je echt met 4-5-0 kunt winnen. En dat zou ook echt verdiend zijn geweest. Maar wat ik al zei, het was echt kili-kili nog op het laatst, maar uiteindelijk trek je het over de streep. En ik heb wel genoten van onszelf vandaag. Ja, want ik vond jullie heel erg compact spelen. Heel erg met de opdracht van Emmen niet aan het voetballen te laten. Nou, dat is eigenlijk ook helemaal niet gebeurd. Ze hadden wel veel de bal, maar gevaarlijk. Nee, precies. Maar dat was ook tegen Twente. We proberen heel compact te verdedigen. En daardoor laat je de tegenstander eigenlijk helemaal geen kans creëren. Ja, natuurlijk wel een sporadisch een aantal kantjes. Maar ik denk dat dat echt is wat ons heel sterk maakt. En we hebben dan minder balbezit, maar we doen er wel iets goeds mee. We scoren. Dus ik zeg gewoon compact blijven voetballen. En door met de counter uitkomen. En dan denk ik dat we nog veel succes gaan meemaken. Ja, want als we even kijken, jullie hebben natuurlijk een hele vervelende tijd achter de rug gehad. Jij zelf ook. Maar deze wedstrijd was weer een wedstrijd waarin ik zag dat jij ook de ballen weer opeiste. Dat je er weer mooie dingen mee deed. Dat je belangrijk bent voor het elftal. Ja, ik denk dat ik vandaag gewoon een goede wedstrijd heb afgeleverd. En dat is de laatste tijd wel anders geweest. Dat geef ik helemaal gelijk in. Ja, ik heb ook wel een soort druk op mezelf gelegd dat het wel... Dat het wel beter moest dan ik had laten zien. Want ik heb natuurlijk een vliegende start gemaakt. En daarna is het eigenlijk een beetje bergafwaarts gegaan. Dus ik ben blij dat ik nu gewoon een prima wedstrijd heb gespeeld. En ik hoop dat ik deze lijn goed kan doortrekken. Hoe belangrijk is dan de rol voor jou van Jai Driessen? Ja, heel belangrijk. Ik heb ook met Jai even erover gesproken. Over mijn vorm de laatste tijd, de laatste wedstrijden. Ja, heb ik niet gebracht wat ik kan brengen en wat ik moet brengen. Dus heeft mij gewoon een schouderklopje gegeven. Af en toe een compliment. Gewoon om vertrouwen te geven wat hij bij alle andere spelers ook doet. En ik denk dat dat wel goed is geweest. En je voetbalt weer met een post naast je die pikkelt als geen ander. Ja, dat is ongelooflijk. Daar heb je er maar heel weinig van, denk ik. Die zo door het vuur gaat voor een ploeg. Ik ben zelf niet zo'n speler als Post natuurlijk, die zo hard team ten strijde neemt. En... Maar daardoor ben jij wel beter. Daardoor voetbal jij wel lekker natuurlijk op dat middenveld. Ja, precies. Dat maakt mij alleen maar beter en dat maakt andere spelers beter, precies. En ik probeer gewoon voetballend mijn steentje wat meer bij te dragen. En dan is dat een goede combinatie, denk ik, op middenveld. Het werd uiteindelijk 2-0. Hoeveel nul had het moeten zijn? Ja, ik denk dat het wel 4-0 had moeten zijn vandaag. Die kans op het laatst nog, dat je met 2-2 op de keeper komt. Dat is ongelooflijk eigenlijk. Maar... Nu lach je erom. Ja, ik lach er nu om. Als het nog 1-1 was geworden, dan stond ik er echt met een ander gevoel. Maar ja, misschien achteraf kan je er wel om lachen. En jullie staan boven de streep. Ja, dat is super belangrijk. Vooral voor het vertrouwen. En ik denk als je kijkt naar de laatste twee thuiswedstrijden, dat we verdiend hier staan. Geniet ervan. Ja, dankjewel.